10 jaar na dato, MKZ-crisis, Veluwe. Jullie besluiten om er een boek van te schrijven. Aad Veldman en Dirkje Sneller. Ja, dat klopt. Wij hebben zo net de presentatie van ons nieuwe boek gehad. Toen werd het stil, is de titel van het boek. Het bestaat uit 144 pagina's, ruim 100 foto's. En het geeft dus de MKZ-crisis 10 jaar geleden weer. Gaan we eerst even terug naar de oorsprong van het boek. Want op een gegeven moment moest er natuurlijk een idee ontstaan. Er moet een boek komen over het MKZ-gebeuren. Aard? Ja, ik had dus natuurlijk de hele periode intens meegemaakt als fotograaf. En op een gegeven moment toen hoorde ik, zeg, verrek, volgend jaar, dan is het 10 jaar geleden. Dus ik heb Dirkje geen van meer. Ik zeg, nou, hartstikke mooi. En die was meteen al aan het werk, dus ik kreeg meteen al een mailtje van haar van, nou, ik ben al ergens geweest. Dus wat dat betreft ging dat heel snel. Heel veel verhalen staan er in het boek. Hoeveel verschillende mensen heb je bezocht? Nou, wat dacht je? Ja. Ja, we hebben 20 mensen geïnterviewd. En eigenlijk we zijn dus begonnen bij de boeren. Dat is juist het meest logische natuurlijk. En nou ja, gaandeweg kom je dus bij andere mensen terecht. Hobbyboeren, maar ook andere betrokkenen. Zoals een dierenarts, de burgemeester van Oldebroek. En een zelfslachtende slager, een wijkagent. En eigenlijk krijg je op die manier wel een vrij compleet beeld van wat zich heeft afgespeeld. Hoe emotioneel werden die verhalen wel? Ja, dat was soms wel heel erg, ja. Ja, ik kan me nog herinneren dat we, een van onze eerste interviews, dat was in Hattem bij Nathalie Karsing. En zij vertelde dus het verhaal over Jelle, haar schaap. Het schaap was 2 jaar oud en het zou, ja, zover zij dacht, eigenlijk bij haar blijven totdat het schaap om zou vallen. Maar ja, helaas werd dat anders toen de MKZ uitbrak en Jelle moest worden afgemaakt. Nou, dat was een drama en ja, dat is het eigenlijk nog steeds voor haar. Op het moment dat zij het verhaal aan ons vertelde, ja, kon ze haar emoties ook niet in bedwang houden. En ja, niet alleen het verdriet, maar ook de onmacht en ja, het feit dat het in principe op dezelfde manier weer zou kunnen gebeuren als het weer zover zou komen. Ja, best moeilijk dan om daar de goede vragen te blijven stellen aan haar en ook aan al die andere mensen. Maar goed, heel veel emoties. En hoe gaan ze daar op dit moment mee om dan? Ja, hoe reageren ze op emoties die ze dan tonen? Nou, dat is wel verschillend hoor. Een boer is over het algemeen niet zo heel gauw, niet iemand die zo heel snel emoties toont. En dat merk je ook wel in de verhalen. Dat, nou ja, de boeren die natuurlijk, ze hebben het heel erg moeilijk gehad. Hun inkomen was weg. Al hun dieren, de lijnen in die ze gefokt hebben, die waren in één keer verdwenen. En nou ja, vooral een boer met melkvee, die heeft gewoon een band met zijn vee. En dat verdwijnt dan opeens. En natuurlijk is dat heel emotioneel, maar ja, over het algemeen zijn de mensen ook wel weer vrij nuchter dan. En ze moeten verder. Een boer heeft ook geen keus, hè? Hij wil weer verder, hij wil weer een nieuw bedrijf opzetten. En ja, hij is boer in hart en nieren en hij wil gewoon zijn beroep weer uitoefenen. Waren die boeren ook weer trots op wat ze nu weer opgebouwd hebben? Jawel, maar toch kijken ze wel echt wel met weemoed terug, hoor. En je merkt ook wel dat ze in het begin erg veel moeite hadden om aan hun nieuwe vee te wennen. Aard, je nam de foto's. Wat moet ik me daarmee voorstellen? Wat voor soort foto's ging je maken? Nou, ik had natuurlijk 10 jaar geleden al de hele MKZ-crisis meegemaakt. Dus ik had een hele serie liggen. Dus die konden we mooi gebruiken als intro. En dan na die tijd dan ga je natuurlijk met die mensen, ja, of je gaat nog even de stallen in, je maakt wat foto's in, tijdens het gesprek. Dus ja, er zit eigenlijk van alles bij. Dus ja, hoe benader je mensen dan? Je moet soms heel voorzichtig zijn. Ik nam dan ook het fotostel ook wel eens helemaal niet mee. Want soms reageerde, ik kan me nog herinneren, een Heerde. Dat die reageerde zo raar eigenlijk, dat ik denk, nou, dat wordt niks. Maar achteraf, dan krijg je een gesprek te horen waar je echt helemaal stil van wordt. Dat is ongelooflijk wat dan. En dan zeg je, ja, mag ik ook een foto maken? Dan zegt ze, ja, natuurlijk. En dan denk je bij jezelf, ja, het is toch anders dat je eigenlijk had voorgesteld, hè? Want mensen die, ik zag dat net hier nog weer, dat zo gauw ik eraan kwam, dan kropen ze eigenlijk al weg. Omdat ze weten dat ik fotograaf ben natuurlijk. En denk je, ja, daar komt een foto van me maken. Ja, nou ja, je kent het wel. Het is echt een hele, ja, hele emotionele tijd geweest. En ook dus na 10 jaar, dat,
tijdens die interviews, ja, dan kruipt dat helemaal weer naar boven. En dan denk je, jongen, wat een tijd was dat eigenlijk. En ja, gelukkig. Ja, jij hebt het ook heel bewust meegemaakt, tussen 10 jaar geleden. Toen ging je ook al foto's maken. Dirk, heb jij het toen ook echt bewust meegemaakt? Nou, ik kom dus zelf uit Oosterwolde. Ik kom niet van de boerderij, ik woonde ook niet in het besmette gebied. Maar ja, natuurlijk, ons hele dorp was in de ban van de MKZ. Kijk, er reden ME-busjes over de weg bij ons. Nou ja, dat kun je je niet voorstellen in het rustige Oosterwolde. Dus er hing ook echt wel een soort oorlogssfeer ook. En nou ja, goed, de kinderen konden niet naar school. Het sociale leven lag stil. De verenigingen kwamen niet bij elkaar. Het voetbalveld was leeg. En ja, eigenlijk aan alles. En zodra je het gebied dus in of uit wou, of vooral in wou, dan werd je dus gecontroleerd. Er stonden overal controleposten. Of je ging etenswaren, vee en dergelijke vervoerde. Dus ja, het had ook op de burgers had het wel best wel veel impact. Ik vind de titel van het boek wel heel treffend. Toen werd het stil. Ja, dat was ook. Ons boek is eigenlijk begonnen bij Chris en Ali Spronk aan de Kleine Woldweg. Dat was de eerste persoon met wie ik contact had. En Ali had een dagboek bijgehouden. En op dat dagboek, daar stond voorop en toen viel er stilte. Of iets in die trant. En dat kwam eigenlijk tijdens al onze gesprekken ook wel weer naar voren. Want nou ja, goed, de mensen die werden gewoon stil van emotie, van verdriet op het moment dat de MKZ uitbrak. Nou ja, vervolgens was het natuurlijk ontzettend stil op de boerderij. Dat hoorde je ook echt bij iedereen. Die stallen waren leeg. Op een boerderij hoor je normaal gesproken altijd geluiden. En dat was er opeens niet meer. Nou ja, en het beeld van de lege weilanden, dat kwam daarna natuurlijk. Hè? Want het voorjaar brak aan en normaal gesproken, ja, dan gaan de koeien de wei in, de schapen, die lopen er sowieso. En dat was er ook niet. Dus die stilte die werd overal gevoeld. En nou ja, dat moest ook onze titel worden, vonden wij. Ja, nou, ik vind het een heel treffende titel die toch wel het moment aangeeft wat er toen gebeurde. Toen werd het stil. Het boek is te koop? Ja, het ligt in de regionale boekhandel. Dus bij elke boekhandel ligt eigenlijk het boek te koop. Dus. En dat kost €16,50. Ik vind het zelf een sportprijsje. Het is full color. Dus we hebben de prijs zo laag mogelijk gehouden. Dus ik zou zeggen, hup naar de boerderij of naar... naar de winkel. Ja, naar de boerderij, dat gaat niet zo gemakkelijk. Maar ze mogen het meenemen naar de boerderij en dan kunnen ze het op de boerderij gaan lezen. Ja, dus wat dat betreft... Nadat ze gekocht hebben. Ja, ja. Dus ik van harte aanbevolen. Hoe kijk je terug op de avond hier in Epe? Nou, ik vond het sfeervol. En dan verneem je ook wel dat de mensen naar elkaar toe trekken. En dan komt die MKZ naar boven. Hè. Want dan hoor je weer van toen en toen en toen en toen. Dan denk je, ja, het leeft ontzettend bij de mensen. En als je dan weer Nathalie ziet, dan denk je, ja, poe, weet je wel. Dus ja, ik heb het als goed ervaren. En jij, Dirk, hoe kijk jij terug? Ja, zeker. Ik had van tevoren niet verwacht dat het zoveel emoties in zich zou hebben. En nou ja, vanavond, het was goed ook om met z'n allen bij elkaar te zijn. Mensen zijn ook bijna allemaal gekomen. Dus, en je merkt dus inderdaad dat ze met elkaar, ja, ze voelen elkaar aan en dat geeft een bepaalde band. Ja, ik zag de burgemeester, de inseminator, de dierenarts, veehouders, maar ook wel een paar burgers. Ja, dat klopt. Er zijn ook wel overige belangstellenden aanwezig vanavond. Ja, dat klopt. Nou, toen was er stil, het boek van Aad Veldman en Dirkje Sneller is te koop in de regionale boekhandel. Hartelijk bedankt. Oké, het was graag gedaan. Graag gedaan hoor.